Elvira, 3-0 verliezen van de nummer 2, dat kan gebeuren, maar je had het je toch anders voorgesteld misschien? Ja, absoluut. Ze staan inderdaad nummer 2, ze doen dat hartstikke goed als promovendus in de eredivisie. Maar je hebt je thuisvoordeel en je hoopt gewoon dat we scherp aan de wedstrijd beginnen. En we hebben wat tegenslagen doordat beide vaste middenmensen geblesseerd zijn. En bij het inspelen gaat mijn derde middenman door zijn rug heen. Die is nog wel begonnen, maar dat ging niet echt ergens over. En dan is het moeilijk en dan heb je een hele jonge groep en die vinden het dan moeilijk om inderdaad het spel te gaan bepalen. En die gaan dan een beetje achterover hangen van wat gaat de tegenstander doen. Ja, en daar ga je niet winnen. Vooral niet van het team wat tweede staat. En toch, het ging zeker die eerste set ja, erg gelijk op. Je verliest er wel met 25-21, maar dat had best de andere kant op kunnen gaan, dacht ik. Ja, nee, dat is absoluut. Je begint eigenlijk nog best goed aan de wedstrijd. En die jongens willen ook wel heel graag. Dus het is ook geen onwil dat ze niet gaan voor een bal. Maar je zit net aan de verkeerde kant van de score, omdat je een aantal ballen op de grond laat vallen. Vooral wat tipballetjes of een verdedigend balletje. En als je die wel net hebt, dan kun je het verschil juist andersom maken. En dan kun je de eerste set winnen en dan wordt het een heel andere wedstrijd. De tweede set gaat ook lange tijd gelijk op. Dan is het ongeveer 15-15, ik volg 14-16. Dan lopen ze opeens weg. Hoe kan dat? Nou, wat ze vooral goed deden was, ze serveerden naar onze rechtsachterpositie. En onze diagonaal die zat als een van de betere mensen in de wedstrijd. En dan wordt het heel moeilijk als de bal van op rechtsachter komt, om voor de spelverdeler hem dan ook weer inderdaad achterover te geven. Dus moesten we veel naar buiten spelen. Nou, dat dwongen zij goed af. En daar wisten we op dit moment niet te scoren. Daarna leek de moraal ook wel een beetje gebroken. Ja, toen was het echt inderdaad gewoon over en uit. En ja, dan probeer je met wat wissels van jongens die het gewoon ook hartstikke goed doen en het ook verdienen om te spelen. Probeer je in de tijd te keren, maar ze komen in een team wat het al een beetje opgegeven hebt. En dan wordt het moeilijk volleyballen. Vooral voor de jongens die er dan inderdaad net in komen. Jullie staan achtste. Is dit een beetje een teleurstellende fase? Jullie verloren natuurlijk ook van SSS onlangs, de nummer laatst. Ja. Ja, het is absoluut heel teleurstellend en we hopen ook dat de blessures gauw voorbij zijn. Maar we stonden inderdaad vierde en nu hebben we twee wedstrijden verloren en dan staan we inderdaad achtste. Het staat wel ontzettend dicht bij elkaar, maar nu thuis verliezen, dat is niet de bedoeling en dat had ook anders gemoeten. Maar jij bent duidelijker van overtuigd dat komt door die blessures bij de middenaanvallers. Nou, we hebben twee hele goede middenaanvallers en onze derde middenman is ook heel goed. Die zijn erg ervaren en die krijgen heel veel ballen in de wedstrijd. Vooral aanvallend is Frank Manier heel belangrijk. En die maakt inderdaad het verschil waardoor er gewoon meer gevarieerd kan worden. En nu moeten de jongens op de buitenkant ineens gaan doen. Wij verlangen dan ook van ze dat ze inderdaad gaan scoren. Terwijl ja, de eerste helft van de competitie zeg maar Frank een hoop kreeg en dat op wist te lossen. En ook blokkerend is Thijs heel belangrijk. Hij heeft heel goed het spel door. En dat missen we gewoon. En ik wil dat niet als excuus gebruiken, want andere teams zullen ook wel eens een blessure hebben. Maar dat je nu van de drie middenmensen drie geblesseerd hebt, dat is voor niemand leuk. Ja, Thijs Bouwman, Frank Manier, die mis je. Doelstelling is natuurlijk wel bij die eerste zes komen een play-off spelen. Dat zijn natuurlijk alle kansen nog steeds toe. Ja, daar maak ik me ook absoluut niet zoveel zorgen over. We maken iedere week stappen. En als ik kijk naar hoe we aan het begin van het seizoen speelden en nu, dan zie je dat we heel veel beter zijn geworden. En ik hoop ook gewoon dat als we volgende week tegen Veenendaal spelen, dat de middels er weer bij kunnen zijn. Want blessures hoeven niet al te lang te duren. Als ze er dan weer bij zijn, dat we er dan ook inderdaad weer met elkaar staan. En die jongens zijn zelf gemotiveerd genoeg om er inderdaad mee aan de slag te gaan en het volgende keer beter te doen.